Hey allemaal, het is zaterdagavond 20 over 8 en morgen gaat er iets heel spannends gebeuren. Het feit dat ik al zeg dat het 's avonds laat is en dat er de volgende dag iets gaat gebeuren, dat weten jullie al. Een vlog komt. En ja, deze keer ook. Ik ga morgen naar Amsterdam. Ik heb hier in deze tas al mijn spulletjes ingepakt. Ja, ik neem alleen deze tas mee. Er zit één setje kleding in, mijn make-up, powerbanks, overload aan powerbanks en laders, pyjama, ondergoed, mijn handtas en dan moet er alleen nog mijn telefoon, mijn camera, die ik hier vast heb, en mijn iPod moet er nog in. Dus de reden dat ik zo weinig meeneem is omdat ik maar één nachtje blijf slapen in Amsterdam. We gaan gewoon één nachtje op hotel. Ik heb er wel heel veel zin in. Ik ga alleen niet te veel info geven over waar we precies gaan op hotel, want het is een beetje een speciaal hotel voor ons. Dus ik kan niet te veel geheime info geven. Ik zeg alleen dat het in Amsterdam is en verder zoek ik het maar uit. Misschien zie je wel aan dingen die ik daar film of zo waar het is. Maar ja, ik wil het een beetje geheim houden. Omdat we daar misschien iemand gaan tegenkomen. Meneer. Maar ik heb het zeg maar een soort van afgedwongen om toch vrij te zijn. Want het is morgen zondag. Normaal werk ik elke zondag. Nog een aflevering Oewad kijken. Oh my god, ik ben zo verslaafd aan Oewad. Once upon a time. We hebben namelijk 3 maanden Netflix. En het eerste wat ik heb gekeken was Sneeuwwitje, de film. Okay. Yes, I'm a child. En dan ben ik wat andere random films gaan kijken. En toen bedacht ik me ineens van, hey, je hebt die serie met die sprookjes die dan in real life zijn en zo. En dat heet dus Once Upon a Time. En ja, ik ben aan het beginnen kijken, niet wetende dat er 5 seizoenen zijn van elk ongeveer 25 afleveringen die elk 45 minuten duren. En vervolgens heb ik elk in een kleine week tijd seizoen 1 helemaal afgekeken. Nu ben ik bij seizoen 2, aflevering 11 of 12. Ach, geef me een shout-out. Okay. Ik heb nu op Instagram, Instagram live. Dat means dat, ja, dat je gewoon live kan gaan. Ik heb het ook al een paar keer gedaan, dus het is best awkward en ik ga het ook met zitten doen waarschijnlijk in het hotel. Maar ja, Achmed was live op Instagram en ik was gewoon aan het commenten, gewoon op wat hij zei, was ik dingetjes aan het zeggen. Zegt hij ineens, hey, Stephanie is er ook. Shout out naar Stephanie, jongens. I was like, wat doe jij? Ja, ik heb letterlijk, ik zat daar in de stoel. En we waren net thuis gekomen van een soort van shopmiddag, ik en mijn moeder. Ik heb gewoon gegild. Ik ben huppelend naar de keuken gegaan. Ik heb gezegd, hey, wat van mij? Ja! You, Netflix. Ik heb zo'n leuk poppetje, maar je ziet hem niet. Yes. It's upon the time. Aflevering 13 zit ik al zelfs. Oh, god. Oké, let's start. Ik ga ons upon the time kijken. En ik zie jullie morgen terug voor de treinreis van 3 uurtjes naar Amsterdam. En good morning! Room tour. Check this uitzicht. Oh damn god. Denk ik. Ja, iets naar wie. En we gaan de stad in. Dat is wel leuk.
Toch? Ja. En het uitzicht blijft zo. B! Als ik dan in het centrum kom, dan denk ik van... Fuck you Amsterdam, je bent druk en je bent niet leuk. En... Mm-hmm. Maar hier, dit soort dingen vind ik wel prachtig om te zien. Ja. Ik ga mijn jas doen. Doei doei, tot zo. Doei doei. Raar de mond. De mond. We waren net heel dol. Ja, dat klopt. We zijn op de verkeerde tram gestapt. Serieus dan? Weer vier haltes terug moeten. Yes, maar we begonnen. Ja, dus we keken op het bord en die tram ging naar Rotterdam, blijkbaar niet. Dus nu gaan we in 4, 6, 10, kijk jij straks op dat. Kijk jij straks op dat. Kijk jij straks op de kaart kijken. Ja. Nee, maar. Die waren net ook. We komen wel langs binnen. Ga ik even filmen. Ik haat Amsterdam. Ik haat Amsterdam officieel. Serieus. Fuck it. Maar die gaan daar... Die moeten we hebben, 16-9. Oh, damn. Wij zijn officieel slechtste toeristen in Amsterdam ooit. Echt. En als die fucking tram zo meteen weer een bocht maakt naar een andere kant, dan ga ik gillen. En dan zeg ik weer, fucking tram, ga de andere kant op. AUB. 16-9. Oh, daar gaat het weer. Doei, kutram die we net namen en die ons verkeerd zijn. Als ik nu wel rechtdoor ga, denk ik zo. Ja, maar straks gaat die andere ook weg. Straks gaat die andere ook weg. Dat is niet de bedoeling. Kom. Naar beneden. Check the view nu. Wat? Yeah. Jesus. I hate you.
mensen. Hey Dottie. Hi. Zoals jullie zien ben ik alweer thuis. Ja, het is intussen 9:30. En ja, ik heb best wel een leuke dag gehad. Ik ben nu in ieder geval aan het knuffelen met Dottie, want ik heb hem wel gemist. Maar ja, wat was onze dag? We hebben geontbijt. Dat was echt super lekker. In ons hotel. En toen zagen we iemand lopen en daar waren we heel blij mee. En toen gingen we terug naar de kamer, gingen we nog een beetje opruimen. En chill. En misschien moet ik mijn snapverhaal er gewoon even bij pakken. Deze morgen, als je even focus. Ja, de restjes van het ontbijt. Ik had, wat had ik ook alweer, een broodje met salami. Drie chocolade, kleine mini chocoladebroodjes. Ja, ga maar weg tot die. Crumbled eggs met bacon. En die waren echt zo yummy. En verse sinaas en verse appeljuice. Ah, die waren zo lekker allemaal. Toen gingen we ons daarvoor uitchecken. En ik laat in deze snap om. We hebben onze laatste uurtjes daar gehad. En yo. Zijn aan het wachten. Ik zeg niet waarop. En ik zeg ook niet waar we zijn, want dat blijft nog steeds locatie geheim. Dus dat ik het per ongeluk heb even laten zien. Maar van mij ga je het niet horen. Haha. Het is een leuke locatie en ik zie wat we. Yeah. Maar ja. Het zijn onze laatste momentjes hier, want als we iets gedaan hebben, dan gaan we weg naar het station en hangen daar en iets eten. We're going home then. Yep. Yep. Veel handjes. Tot slot kwam hij Lucien. Dus we hebben weer een foto gemaakt en leuke dingen gedaan. Leuke dingen gedaan, klinkt echt heel verkeerd. Nee, we hebben gewoon een wacht en toen kwam die en we hebben leuke dingen verteld. Ik heb ook verteld, ik heb een memo, maar die ga ik niet laten horen. Het komt er gewoon neer dat we gezegd hebben dat we het heel leuk vonden. Om er nog een keer te zijn, hoe lang we er waren, hebben we ook heel kort gezegd. Het is een memo van 2 minuutjes maar ofzo. Ik heb het ook over Ahmed gehad, want ik zei, ze is helemaal verslaafd aan jou, maar ik ben verslaafd aan Ahmed. En ik liet hem ook de foto zien van 7 november, want toen gingen we ook dus naar daar al. Maar toen heb ik ook de foto met Ahmed gemaakt en die liet ik zien op mijn telefoon en toen zei hij, hoe kom je daaraan? Ik had een beetje een jolobe. Maar ja, toen gingen we naar het station, de lunch geweest. Ja, waarom toon ik het eigenlijk hier? Kijk, het tasje ligt gewoon hier. En daar heb ik voor, ik heb daar verjaardagsdoosje voor mijn moeder gekocht, maar die heeft het natuurlijk al mee. Voor mezelf heb ik nog de unicorn bad, ja voor schuim, ik weet niet, badbom en bad, ik weet niet wat het andere is, maar iets met unicorn, een unicorn ding, hoorn, een bubble bar is dat. Een badbom met hartjes van de Valentijns collectie. En de smiley met de hartjes oogjes ook. Ook de badbom. Of de andere, ik weet het niet. Die heb ik dus gekocht voor mezelf. En toen ging ik weer in de trein naar huis later. Het was een beetje gedoe. helaas. Er was heel veel uitgeval. De HSL richting Schiphol, Rotterdam en Breda was uitgevallen. En dus iedereen moest op de internationale, maar toen kreeg de internationale ook vertraging. Toen kwam de HSL er toch doorheen. Gingen al die mensen die aan het wachten waren, gingen daarheen. Dat was echt een stormloop. Ik zei tegen ze, nee, maar ik moet die niet hebben, want dat is Schiphol en Rotterdam. Dat is niet mijn ding. Ik moet hier wachten voor Brussel. Dus ja, en toen kwam die uiteindelijk 25 minuten later. En we hebben het nog redelijk goed gemaakt, want uiteindelijk was het 1:30. En we zijn met 12 minuten extra aangekomen. Maar mijn volgende trein had ook vertraging, waardoor ik op een redelijk tijdstip, 11:15, 9,
was ik in het station hier. Dus daar ben ik wel blij om. Het is op zich niet zo heel erg. Verder heb ik niet echt veel geshopt. Alleen bij de Pull & Bear eigenlijk. Daar heb ik dit blauwe vest gekocht. Ik heb het gisteren ook al op de Insta Live laten zien. Dus mensen die de Insta Live toen gevolgd hebben, die hebben het al gezien. Een blauwe vest, die was €17,99. En dit rode shirt met een unicorn erop. En verder heb ik volgens mij niks gekocht. Wat sad. We zijn naar Amsterdam, maar ik slaag nooit in Amsterdam. Er is nu ook wel een Primark, maar die hebben we alleen langs de buitenkant gezien. Want het was een beetje laat en vandaag zijn we er niet meer gekomen. Het was ook echt slecht weer, het regende en het was koud. En echt op het station ook, het was zo verschrikkelijk koud. Maar goed. Ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden samen naar Amsterdam, naar het geheime locatie, hotel, dinges. En we hebben ons doel toch bereikt, daar ben ik heel blij om. En ik zie jullie graag volgende keer terug.